Dani van de Traction Gym en vandaag een hele speciale video voor jou, namelijk over Tinder ervaringen. En zoals je ziet, die video schiet ik niet in mijn eentje, maar samen met onder andere de dame naast me. Jij bent al jaren bezig met theater, ja. Je bent ook al jaren bezig met man-vrouw psychologie en met dating. De wingirl van de Traction Gym, de nummer 1 wingirl van Nederland, namelijk Kim. Hallo jongens. Hartstikke welkom. Kim zal ook de komende tijd vaker te zien zijn, ook op dit kanaal. We hebben al een paar vette video's voor die gemaakt, die komen er al aan. En we gaan het vandaag dus hebben over Tinder ervaringen. En het is zo belangrijk als jij aan online dating doet of op wat voor dating app dan ook zit je. Je gaat onwijs veel leren en juist voor deze video moest ik wel, niet alleen Kim, maar ook Sanne, die ga je zo meteen ook ontmoeten. Ik moest jullie wel vragen om de vrouwelijke kant te laten zien van online dating. Want echt waar, Tinder, dat kan gewoon niet meer verschillen vanuit het perspectief van de man als van de vrouw. En even over jou, Kim. Van wat was voor jou eigenlijk over dating in het algemeen? Wat is hetgene wat jij zo interessant aan vindt? Ik vind het heel interessant dat iemand die je niet kent, daar ga je mee afspreken. Je bent allebei naar iets op zoek. En daar zit toch een lage spanning onder. Een andere spanning dan dat je iemand op straat tegenkomt of dat je iemand ontmoet in een club. En nou, dat geeft ook een soort adrenaline kick. En ik denk dat dat het daten ook nog net iets leuker maakt, omdat je allebei met zo'n energie erin gaat. Dus ook op positieve energie elkaar leert kennen. Heb je dat zelf ook nog steeds, die adrenaline? Ja, ja. Helemaal als ik dan een paar maanden niet heb gedate en ik ga weer daten, dan is het echt wel even van wow, oh ja, ik kan ook nog zenuwachtig zijn om met iemand af te spreken, jazeker. Ja, ja. Cool. Maar dat maakt het ook dus echt wel heel erg leuk. Ja, dat is altijd een goed teken. Ja, ja, ja. 100%. En nou, waarom heb ik nou precies Kim en Sanne uitgenodigd? Omdat, kijk, het grote voordeel voor jou in online dating, van wat is nou voor jou echt het allergrootste voordeel daaraan? En in principe komt dat er allemaal neer op het grote verschil tussen online en offline vrouwen ontmoeten. Er zit een schermpje in tussen jou en de vrouw. En dat is een heel groot voordeel, weet je. Want je kan in je eigen tijd weer lekker berichtjes sturen en swipen. Het is lekker anoniem. Het is ook super veilig, want je kan lekker lang nadenken over precies wat je gaat zeggen. En als het een afwijzing is, nou dan is dat ook niet zo hard als in het echte leven. Of je hebt in ieder geval geen awkwardness. Maar tegelijkertijd is er ook een gigantisch nadeel aan online dating. Want het grote nadeel is ook dat er wat scherpje weer tussen jullie twee in zit. Van op jouw studie, dan heb je misschien op jouw werk heb je bijvoorbeeld een slecht overhemd aan. Dan zul je feedback krijgen van de vrouwen van op een subtiele of niet zo subtiele manier van hey, niet zo'n goede keuze. Of je bent op een date of in een kroeg en je zegt een onbeschoft iets tegen een vrouw, dan zie je aan haar lichaamstaal van shit, dat had ik niet moeten zeggen. Weet je, je hebt gewoon heel direct de feedback daar. En dat is prima, weet je. Je mag fouten maken en zo leer je. En dat is gewoon goed. Er is groei. Maar met online dating, als jij iemand niet leuk vindt, ja, dan stop je waarschijnlijk gewoon met reageren. Of nog erger, ze vindt je profiel niet interessant en je hebt niet eens ooit een match. En je weet simpelweg niet waar het aan ligt. Dus als je wel eens gewoon te weinig matches hebt of ze reageren niet op jouw openingszin of je gesprekken vallen stil en je weet niet wat er aan de hand is, dan heb je zoveel aan deze video. Want echt waar, het vrouwelijke perspectief en het mannelijke perspectief op online dating is, het verschilt gigantisch van elkaar. Nou, dus, en voor deze video heb jij ook gewoon iedereen geliked op Tinder. Ja. Alles naar rechts geswiped. Er kwamen onwijs veel gesprekken uit. Ik heb even gespiekt ook in je telefoon. Ja. Hoe was het nou om te doen? Heel gek. Ik moet zeggen dat ik me ook wel gevleid voelde. Dus ik kreeg wel echt zo'n energieboost van oké. Maar het was ook heel gek om al die reacties te lezen. Hoeveel verschillende reacties, maar ook hoeveel er begonnen met hey, hoe is het? Dat was echt niet normaal. Dat is bijvoorbeeld een voorbeeld dat ik echt dacht. Dat was zo, ik vind heel vaak. Ja, zo lame. Hoe is het?
Ja, wat, denk je dat als ik 5 berichtjes heb en dat ik dat zie, dat ik daar eerder op klik dan een hele originele openingszin? Ja. Dus dat was wel grappig om te zien. Ja, je had echt een soort van statistieken met openingszinnen ook wel. Ja. Heel leuk om te zien. Want die zijn ook bijgehouden. Deze video doen we namelijk niet alleen samen met Kim, maar ook met Sanne. En zij heeft ook een paar van die statistieken bijgehouden. Wat we allemaal gaan laten zien is, hoe spreken de meeste mannen aan? Je krijgt ook een aantal praktische tools, een aantal zinnen, zelfs woordjes die jouw Tinder en online dating skills weer naar de next level gaan brengen. Dus als volgende gast... Sanne. Nu zeg jij hoi. Oké, opnieuw. Tinderbabe Sanne. Sorry. Hoi. Sanne. Hoi. Dus Sanne, jij hebt als experiment heb jij iedereen geswiped, iedereen naar rechts geliked op Tinder. Ja. Hoe was dat precies voor je? Ja, ik vond het heel leuk om te doen. Ik had dus Tinder gedownload en heel veel geswiped. Ik denk dat ik 1500 matches had uiteindelijk. Ja, en dan krijg je heel veel berichtjes. Heel veel gekke berichtjes. Sommige berichtjes waren ook heel leuk. Dus het was een leuk experiment. Jullie twee hebben alle twee eigenlijk iedereen geliked op Tinder om erachter te komen wat zeggen mannen nou, wat doen ze nou goed en wat doen ze nou verkeerd. En er zijn best wel boeiende dingen uitgekomen. En Sanne, jij hebt ook dan gecheckt van wat zijn nou de percentages, zeg maar, in je Tinder onderzoek van wat mannen tegen je zeggen als openingszin. Ja. Ja, ik heb dus ongeveer ik heb heel veel geswiped en er zijn ongeveer 600 gesprekken uitgekomen. Het overgrote merendeel was wel echt, ik denk ongeveer 80% hoi. En dan allerlei soorten hoi, maar het begon gewoon met hey en dan soms hey, hoe is het? En daarvan dan denk ik 10% met super overdreven hallo en super veel uitroeptekens. Sanne, hoe gaat het met je in hoofdletters? 5% ongeveer die begon met die standaard openingszinnen als hey, ben je uit de hemel komen vallen en zo. 6% was hey, wat is je Snapchat, wat is je Instagram, hier heb je mijn nummer, app me. Als openingszin? Ja, gewoon een 06 nummer, app me, xx. En dan had je nog de categorie van... ja, je bent knap of heel lekker ding of gewoon iets over je uiterlijk. En de laatste categorie, en dat waren gelukkig niet superveel, maar ik denk toch ongeveer 4%. Gewoon gelijk, hey, wil je neuken? Hey, ik sta al een paar weken droog. Ben je ook op zoek naar seks? Dat. Top. Lekker straight. Wauw. Dus we gaan vandaag kijken naar een paar van de gesprekken die zijn gevoerd. En vooral naar de openingszinnen. Zullen we beginnen bij jou, Sam? Ja. Eens even kijken. Oh. Ik vind je lekker. Ik wil je. En dan een maand later, vanavond. Voor als het nog niet duidelijk was wat ik je wou. Vanavond. Nou, het was 13 maart. Nee, ik heb geen openingszin. Dus toen dacht ik, oké, ik ook niet. Toen kwam 9 oktober, app, vraagteken. 18 oktober was het, als je mij niet ziet staan, ga ik wel zitten. Als je mij niet ziet zitten, dan ga ik wel liggen. Als je mij niet ziet liggen, dan val je op mij. En tussendoor had ik niet gereageerd. Je hebt echt lang zijn best gedaan om een openingszin te zoeken. Ja. Maar het is dat ik me afvraag, zeg maar, als de eerste niet werkt en de tweede niet werkt, dan bij de derde reageer ik niet ineens wel. Nee. Nee. Ja, nou, hij heeft wel zijn openingszin uiteindelijk gevonden. Na hoeveel maanden tijd? In 5 of zo. 5 maanden? Nee, langer nog. Ah, wat? Ivo, nee. Ivo. Stop. Oh, damn Ivo. Oké, jij hebt openingszinnen nodig. Ga naar dit artikel. En check ze uit. Oké. Wauw, arme fucking Ivo. Wil je een keer anaal? Ja, wat verwacht je dan? Dat vraag ik me af. Wat verwacht je dan dat een meisje gaat reageren?
ja, is hij groot? Want... Nee, ik heb ook gewoon een lijstje met... Hey, als jij een hamburger was, noemde ik je mijn beauty. En dan de volgende... Ik hou eigenlijk niet van regen, maar voor een spetter zoals jij maak ik een uitzondering. Hey, ben je uit de hemel komen vallen? Dat soort dingen. Die echt? Ja, die worden nog steeds gebruikt. Ja, en sommige zijn dan zo fout dat het nog wel grappig is als ik ze dan nog nooit heb gehoord. En andere, ja, zijn niet meer zo heel bijzonder. Ja, eentje die ik dus een beetje, ik krijg wel vaker van, was hey, hoe is het? Sorry, ik ben niet zo van de openingszinnen. Maar eigenlijk was de hey, hoe is het al de opening. En wordt de openingszin, zeg maar, eigenlijk dat je niet van de openingszinnen bent. Ik weet niet zo goed wat ik daarop moet antwoorden. Van, ja, ik kan hem denken, oké. Of dan eentje vroeg, weet jij er een voor mij? Ah, je hebt gelezen, ja. Ja. Hey, ik weet niet echt wat ik moet zeggen. Heb jij een idee? Of zo? Ja, dat dacht ik ook wel. Van, dat is ongeveer het meest onmannelijke wat je kan doen. Dat betekent al dat je als man niet de leiding neemt. Een vrouw zoekt toch wel, denk ik... Ja, nog erger zelfs. Je neemt de leiding en je legt het bij haar neer. Ja, ik heb niet zelfs gezegd. Ja. Ik weet niet wat ik tegen moet zeggen, dus bedenk jij het maar. Ja, nee. Dat... Oh, top. Wat dacht je van deze zin? Kun je dit tegen me zeggen? Ja. Een paar van Kim. Eén hele grappige. Iemand vroeg aan me, hou jij ook van brood? Je zou wel weer zo stom dat ik hem ergens wel grap. Ja, maar dat vind ik leuk, als ze heel slecht zijn. Dat je echt denkt, wow, oké. Ja, precies. En toen had ik wel heel laat gereageerd. Toen had ik gestuurd, ja. Ik was heel benieuwd wat hij dan daarna zou gaan zeggen. Toen zei hij, nice, wil jij ook. Mijn tijgerbroodje zijn? Oh, ja, maar dat kan niet. En toen zei hij, kom je één keer per maand op Tinder? En toen stuurde ik ook ja. Maar ja, dat was een beetje doodgelopen eigenlijk. Dat is een eentje die ik vaker zie, dat je dan... net als bij jou volgens mij, Susan, of was het bij jou, Kim, weet ik niet meer. Dat gasten dan van, ja, kom je maar één keer per maand op Tinder? Of waarom reageer je zo laat? Dat was ook een eentje. Ja, nou, dat krijg ik wel vaker ook, hoor. Waarom reageer je zo laat? Maar dat is echt een beetje zo het eenzame oma-syndroom. Van, je komt te weinig op bezoek bij je oma. Nou, dat doen we allemaal wel eens. En als je uiteindelijk komt, dan krijg je te horen dat je te weinig komt. Dat je te weinig komt, precies. Waarom kom je nooit? Nou, dan heb je ook geen zin meer in die afspraak. Nee. Oh, dan bel je eens. En dan, oh, waarom bel je nooit? Dus dat is precies dit. Oké, ze reageert. Nou, ja, wees blij dat een leuk meisje reageert. En dan ga je lopen zeuren dat ze niet reageert. Van, ja, nu ga ik het echt voor je doen, bro. En ook wel een beetje hopeloos heb ik het dan het gevoel. Ja, van, zit je dan constant wachten. Op mij, op Tinder om op mij te wachten? Ja, of wat ik raar vind is dat je als je niet reageert, dat je dan nog een vraagteken krijgt. Maar ik heb nog nooit gedacht bij een extra vraag van... Oh, nu ga ik wel reageren. Oh, oeps, vergeten. Ja. Nu krijg ik een reactie, want dan heb ik echt zo van, wow, doe eens even rustig. Soms voelt het echt alsof ik een interview heb of zo. Mensen vragen, wat doe je? En hoe oud ben je? En wat vind je leuk? Oh, en hou je ook van appelsap? Oh, dat vind ik ook zo lekker. Dat ze gewoon super aan het pleasen zijn. Terwijl als ze juist gewoon heel erg zichzelf zijn, dan word je ook geïnteresseerd in wat die ander doet. Ja. Ja, dat gebeurt heel veel. Van, wat ik ook wel in veel gesprekken zag, is dat het dan zo is van, hey, alles goed. En soms ging je daar dan ook op in van, hey, ja, gaat goed met jou. Ja, chill. Ja, dat lijkt echt nergens. Hoe is je dag? En het is ook zo basic. Voor heel veel van die gasten zitten een beetje vast in zo'n QA-structuur van praten. Wat je eigenlijk ook op de basisschool nog ziet. Van, ja, wat is jouw lievelingskleur? Blauw. En die van jou? Ook blauw. En... Dat is lievelingskleur zo... vraag ik wel vaak naar. Ja, kijk, dat is prima, maar de structuur die is zo Ja, je basic. Moet daar niet in doorgaan, in doorslaan. En die gasten die hebben dan heel weinig, die hebben niet de sociale vaardigheid dan verder opgebouwd dan die basisschooltijd. En ja, het mooie nieuws daar wel in is dat het wel sociale vaardigheid is. Dus je kan het leren, weet je. Ja. Niemand wordt geboren met natuurlijk charisma, zoals ook niemand met zijn fucking rijbewijs wordt geboren. Dus ja, je kan het trainen en... Als je dan vastzit in die vraag antwoord, hoe is je dagstructuur, dan zou je er eigenlijk wel heel goed aan doen door te beginnen met drie woorden vaker gebruiken. En kijk, veel datingcoaches raden je dan aan van je moet het alleen maar over haar maken. En alleen maar vragen stellen of alleen maar statements over haar maken. En anderen zeggen weer van nee, je moet veel over jezelf vertellen. Maar juist een relatie, juist flirten, het gaat over
jullie twee samen, weet je. Het gaat niet allemaal om jou. Het gaat niet allemaal 100% om haar. Het gaat over jullie twee. Dus gebruik eens deze woorden. Wij, ons, samen. Weet je, wat is de naam die jullie hond gaat geven? Of welke superpower zouden jullie samen moeten hebben? Weet je, dan wordt het meer een teamgevoel gecreëerd in plaats van... Hoe is je dag? Oh, ik ben vandaag aan het bowlen. Haha, hou je van het spot? Weet ik veel. Dan heb je niet die saaie gesprekken en meer een wijgevoel. Ja, en dan kan je samen nadenken. En uiteindelijk, als je samen gaat bedenken hoe je hond gaat heten of zo, dan kom je toch allebei met je eigen ideeën, maar wel over iets gemeenschappelijks. Ja, dan ben je samen iets aan het knutten, een bouwwerk aan het maken. En dan kan je dan allebei oneens bent over iets. Dat zou wel weer leuk zijn. Ik heb ooit een gesprek gehad met een jongen dat we altijd naar elkaar stuurden van dit of dit. En dan kwamen we weer op ons pad iets tegen en dan was het weer dit of dit. Dat was echt wel een leuk gesprek. Nou, dat is wel grappig, ja. Ja. Ja, daarover, als je wat grappige content wil vinden, gewoon ga naar het Dilemma op dinsdag of zoek dat op Google of op Facebook. En voor iedereen die niet snapt wat het is, zijn dan een beetje dingen van, zou je liever continu een soundtrack willen, een personal theme dat je altijd hoorde als je liep, of zou je liever iedere keer als je je mond opentrok, dan kwam er vogelgeluid uit of zoiets absurds. Dat is het. Ja, dan heb je heel veel grappige plaatjes en dan kun je ook op WhatsApp gewoon zo'n plaatje sturen en die zijn al heel grappig en dan kun je inderdaad doorvragen van waarom zou je dat dan willen, weet je, dat zijn hele absurde dingen. En dan kom je gelijk van, maar dit is toch veel chiller, maar zwemmen tussen de vissen, dat is vet, want ik heb een keer dit gedaan. En waarom dan? Ja, precies. Ja. Hey, en toen had ik niet gereageerd en toen stuurde hij, joe, nou heb ik je een super like gegeven omdat ik best onder de indruk ben van je foto's, ziet er goed uit. Verder weet ik ook niet hoe je een gesprek ongemakkelijker kunt beginnen. Oh, wauw. Embracing the awkwardness. Ja, specifieke dingen zoals, hier, Kim, I like your freckles. Dat vlijt me wel. Daar hadden we het net ook al over, dat iemand wat specifieks over je uiterlijk zegt in plaats van, wat ben je mooi. Ja, dat is zo algemeen. Ja, zulke dingen, dat wat zegt het dan? Wat zegt het dan als hij specifiek is? Nou, dat hij dus echt goed naar je heeft zitten kijken. Van, dat hij niet alleen heeft gedacht, oh, leuk meisje, swap. Maar dat hij echt heeft gekeken van, wow, wat heeft zij leuke spulletjes. En wat heeft ze mooi haar, weet je wel, dat soort dingen. En waarom dan? Wat is hetgene wat je daarin waardeert? Omdat dat iets eigens is. Het spreekt je meer aan, denk ik. Persoonlijker. Maar hoezo? Omdat je gewoon meer moeite doet? Of meer, nou, of is de aandacht? Als ik krijg van, hey, je bent knap, dan negeer ik dat gewoon. Omdat, zeg maar, dat stuurt u waarschijnlijk naar iedereen. En het geeft gewoon geen enkel gevoel van, wow, dank je, of zo. Ja. Maar als iemand zegt, hey, op die foto, weet ik veel. Ja, soms als het, je hebt een mooie lach, denk ik wel, dat kan je over iedereen dan wel zeggen. Maar is alsnog leuker dan, je bent knap. Maar als het gewoon echt iets heel specifieks is, dan denk je, wow, en dan voel ik het wel of zo. Dan voel ik me echt aangesproken en vind ik dat best wel lief. En ik denk dat iedereen dat wel leuk vindt om te horen. Ja, ik denk dat vrouwen ook wel graag anders willen of leuker willen zijn dan een ander. Dus als iemand dan zegt, jouw sproetjes zijn echt leuk, ja, die heeft misschien dat andere meisje niet, weet je wel. Ja, want dat had ik dus ook. Een jongen die reageerde van, je bent het mooiste roodharige meisje dat ik ooit heb gezien. En toen dacht ik, Je hebt toch geen rood haar? Ik heb geen rood haar. Oh. Maar ik dacht ook, heb je haar geperfd? Op die foto's leek dat waarschijnlijk zo. Maar toen dacht ik ook van, ja, wat moet ik hier dan eigenlijk mee? Voor wat Tindertips die wel echt werken, check het artikeltje in de beschrijving, vind je hem hier. Like voor meer video's samen met Sanne en Kim. En natuurlijk, abonneer, bitches. Bitches.